Welkom lieve tweelingen en crosswatchers, dit is jullie reading. We gaan kijken met de Moonology Manifestation Deck en de Light Seers Tarot wat het meest belangrijke is wat vandaag mag doorkomen voor jullie. De meeste van jullie weten dat ik een channeler ben, dus dat betekent dat ik de kaarten puur als gereedschap gebruik en dat ik heel veel contact maak met mijn gidsenteam. Ben je nieuw? Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert. Dit is gratis en vrijblijvend. Bovendien pik ik dan jouw energie op die verbonden is met dit kanaal of met een van mijn andere kanalen. Waardoor later vroeg ook de reading meer en meer met je gaat passen. Dankjewel alle vaste kijkers voor de privé reading aanvragen, de healingen, het delen, het liken, het abonneren. Dankjewel voor al jullie positieve reacties ook op de verschillende kanalen. Wordt ontzettend gewaardeerd. Hieronder staat al mijn kanalen. Dus voor nog meer gratis readingen of als je interesse hebt in een privé reading of healing, kan je daar ook terecht voor het linkje naar mijn website. Wat mogen wij weten? We gaan beginnen met channelen voor de tweelingen. Ik heb het gevoel dat jij, ik krijg een klok te zien. Ik heb het gevoel dat jij een soort van tijdsdruk voelt. Misschien heb je een bepaalde afspraak gemaakt. Misschien voel je dat je al iets te lang hebt laten varen. En dat nu de tijd aangebroken is om in actie te komen. Maar door die tijdsdruk te voelen en constant zeg maar daarmee bezig te zijn, heb ik het gevoel dat omdat je te veel aan het overdenken bent, te veel in het hoofd zit, dat je daardoor jezelf enorm uitput, lichamelijk. Dus je, door veel in je hoofd te zijn, door niet gegrond te zijn, door niet in het hier en nu te zijn, heb ik het gevoel dat je zelf gek loopt te maken, waardoor je dus lichamelijk uitgeput raakt. Oké, wat mogen wij weten? Wat houdt jou bezig, lieve tweeling? Wat houdt jou bezig? Iets belangrijks, voor sommigen de liefde. Je blijft maar overdenken, je blijft maar alles revue laten passeren. En ik snap dat wel, je bent een luchtteken, je wil logica ergens van inzien. Maar leg je ook soms erbij neer dat sommige dingen niet logisch zijn, dat je soms ook gewoon door je hart moet laten leiden. Wat voor jullie soms moeilijk is, zeker als je wat wonden hebt, wat blokkades hebt. Maar blijf niet erop hameren, blijf niet de dingen bedenken en doordenken, zodat je een logische oplossing vindt. Want soms moet je voelen en niet op logica bouwen. Hè? Laat je leiden en verleiden door je hart. En neem dan geïnspireerd actie. Niet alles vanuit logica doen. Vanuit zekerheid. Vanuit iets wat je tot in de puntjes bedacht hebt. Omdat dat misschien jouw manier is, omdat dat jouw zekerheid geeft. Nee, soms is geïnspireerd actie nemen vanuit een gevoel iets wat ook gedaan moet worden. En misschien is dat iets wat je veel vaker mag gaan doen. Kan ook heel bevrijdend werken. Dan zit je niet meer zo vaak in het hoofd. Meer vertrouwen hebben in je inspiraties, in je gevoelens die opborrelen. En zelfliefde. Zelfliefde staat centraal. Dat mag je nog aan gaan werken. Dat mag verhoogd worden. Er zit nog wat onzekerheid. Waar je mee aan de slag mag gaan. Dus niet te veel overdenken. Kijk eens. Er komen allerlei berichten naar je toe. Als ik het rechtsom niet doe, dan gaat het linksom. En als ik het binnenste buiten doe, wat levert dat voor resultaat op? Als jij graag vooruit wil, dan moet je soms de dingen niet tot in de puntjes analyseren. Dat is wat ik doorkrijg. Wat mogen we weten over geïnspireerd actie ondernemen? Ik voel daarbij echt dat je je hart moet volgen.
Ik denk dat je gedachtes, dat je die los mag laten. En dat je gewoon, je ziet haar hier ook een sprongetje maken. Gewoon af en toe ook op het gevoel mag gaan handelen. Hè, staven zijn inspiratie, gevoelens. Gevoelens zijn meer bekers, dat weet ik wel. Maar geïnspireerd actie ondernemen, dat staat hier ook letterlijk. Dat is iets nieuws voor je. Het is een schildknaap. Dat is iets nieuws voor je. Jij bent altijd iemand die dingen doordenkt. En als je zeker weet dat iets oké is vanuit logica, dan ga je pas ageren. En tot die tijd blijf je dan, zeg maar, jezelf afsluiten. Sta je niet in contact met het hier en nu. En blijf je maar denken en denken en denken totdat je een logische oplossing krijgt. Maar ik denk dat dit een wijze les is die door jou geleerd nog mag worden. Dat was mijn hogere hartchakra. Mag meer vanuit gevoel komen. Als jij ook aan het denken bent, dan sluit je je ook af. Misschien ben je daar niet van bewust, maar je sluit je voor alles en iedereen af totdat jij die logische verklaring hebt. Dan mag jij loslaten. Je mag meer vanuit het gevoel gaan doen. Dit zag ik ook terug bij de rammen. Dus misschien heb je ook wel ram ergens in je zon, maan, Venus of ascendant. En tijd maken voor zelfliefde. Ja, je maakt jezelf gek door in het hoofd te zitten van allerlei doemscenario's. Of die innerlijke criticus die hier op je schouder zit. Van dat je iets niet kan of dat je iets niet waardig bent. Niet doen, ga daaruit. En meer zelfliefde cultiveren. Nou, dat kan je dus alleen maar doen als je jezelf afzondert met de hermiet. Als je in gebed gaat, meditatie of anderszins, hè, je kopje lekker leegmaken, hetzij door te zwemmen, rennen, wandeling in het bos te maken. Meer zelfliefde cultiveren, dan kom je meer uit het hoofd, dan heb je meer zelfvertrouwen, dan durf je meer actie te ondernemen. En dat is wat hier op tafel ligt. Dat is wat er vereist wordt van je om verder te kunnen komen in op jouw pad. Dat gaat uiteindelijk voor een doorbraak zorgen met deze torenkaart. Dat is hard nodig voor groei. Je ziet dat heel duidelijk. Dit is een andere toren dan anders. Hè. Het is noodzakelijk voor jouw groei. We hebben hier een eekhoorntje, die heeft al wat eikeltjes verzameld. Je ziet hier die mooie vlinders. Die transformatie, die doorbraak moet er komen bij jou, dat je meer vanuit gevoel gaat dingen gaat doen dan vanuit het denken. Een doorbraak in zelfliefde, maar ook vooral meer vanuit dat hart durven doen. Meer vanuit het gevoel durven doen. Ook dat blauwe. Dat is meer vanuit je ware zelf communiceren. Wat voel jij? Wat denk jij? Misschien heb je het gevoel dat er nu, als je iets zegt, dat er niet geluisterd wordt. Of dat het aan dovemansoren is gericht. Of dat het niets uithaalt. Het haalt wel degelijk iets uit als jij zelf overtuigd bent door zelfrespect, zelfliefde. En ik denk dat dat gaat helpen. Als jij die zelfzekerheid, als dat mag groeien. En dat heeft alles te maken met zelfliefde. Onderaan het dek hebben wij de koningin van zwaarden. Dus meer communiceren. Meer vertellen. Wat voel ik? Wat vind ik? Niet alles in je hoofd maar beredeneren. Maar communiceren. Naar wie dan ook. Schrijf het op, of als je niemand hebt om hierover te praten, of ventileer naar een partner of naar een goede vriend of vriendin, of desnoods een collega of een sociale werker. Hè? Meer communiceren dat je die dingen ook los kunt laten en dat heeft een helend effect, namelijk met de vier van zwaarden. Hè? Meer vanuit dat gevoel, vandaar dat dat hartje hier ligt. Je moet eigenlijk, want ze ligt hier in een nest, in een vogelnest. Je moet vertrouwen gaan krijgen in je gevoelens. Jij doet alles vanuit logica, daar voel je je veilig bij.
En nu mag je gaan leren om meer vanuit gevoelens dingen te gaan doen. Uiteindelijk zal dat resulteren in een transformatie. Je ziet hier kaart 19. 9 plus 1 is 10. Transformatie, de meest positieve kaart in het deck. De zonkaart, ook wel de leeuwkaart. Doorzettingsvermogen, kracht. Je hebt het in je om meer vanuit het gevoel te doen. En kijk dan, dan komen je wensen uit met de 10 van bekers. Wat het dan ook is, of het gaat om een familie, of het gaat om kinderen, of het gaat om gewoon dat wat jou gelukkig maakt. Dat geluk sta je nu nog in de weg door die onzekerheid, door die overdenkingen. Maar dat betekent wel werken aan de winkel met de 8 van munten. Tot je zover bent, maar de medewerking van het universum krijg je met de 3 van munten. Dus ga daarmee aan de slag, lieve tweeling. Dankjewel voor het kijken. Veel wijsheid, veel liefde en licht. Namaste.